Buongiorno a tutti. Dag iedereen. Ik zie dat de deelnemers aan het binnenstromen zijn. Zo. Welkom iedereen op dit live interview met Ilja Leonard Vijver, auteur, columnist, documentair, creatieve duizendpoot. Ik hoef hem niet voor te stellen. Met zijn wapperende haren en zijn Italiaanse maatpak is hij tegelijkertijd een wilde bohemien en een elegante dandy die thuis is in alle literaire genres. Hij is een rondreizende esteet, een observator van het menselijke handelen. Hij schrijft met een scherpe pen en hij weet altijd weer de vinger in de wonden te leggen. Vandaag gaan we met Ilja in gesprek over zijn Italiëbeeld. Dat zullen we bevragen aan de hand van anekdotes, passages uit zijn imposante Italiaanse romantrilogie, maar ook zijn andere werken die we van hem kennen, zoals sonnetten, columns, tv-documentaires. Vooraleer we beginnen, wil ik graag nog een aantal mensen bedanken die dit event mee hebben mogelijk gemaakt. In de eerste plaats al onze partners. Istituto Italiano di Cultura van Amsterdam en in het bijzonder de uitgetreden directrice Carmela Callea en de zo net aangetreden Paola Cordone. Andere partners zijn mijn lieve collega's van de opleiding Italiaanse Taal en Cultuur in Leiden, het Lucas, het WIS-bestuur, de wijkgroep Italië-studies, en de Vlaamse Dante Alighieri-verenigingen. Mijn naam is Carmen van den Berg. Ik ben docent en onderzoeker moderne Italiaanse letterkunde aan de universiteiten van Leiden en de KU Leuven. Vandaag ga ik Ilja op de rooster leggen. Maar ik ga dit helemaal niet alleen doen. Ik word geholpen door professor Franco Paris uit Napoli, l'Orientale, en een aantal studenten die al een één vraag hebben voorbereid voor Ilja. Daarna is er ruim tijd voor vragen uit het publiek. En dat kan in het Nederlands, in het Italiaans, in het Engels, je noemt het maar. Special guest vandaag is kunstenares Alice Claudia Lenatz, die live een tekening aan het maken is van Ilja. Zij is artistiek directeur van de Dante Alighieri van Genk en van Heritage Benelux. Dus we zullen op bepaalde momenten inzoomen op de tekening die ze aan het maken is. Dag lieve Ilja, welkom. Dag, buonasera a tutti. Dank je wel voor je prachtige introductie. Het is mij een groot genoegen om wederom bij jullie te gast te mogen zijn. Ben je een beetje zenuwachtig? Er zijn hier... Heel erg, ja. Ja? Ja? Ja. Heb je die adrenaline elke keer? Of, Niet elke keer, maar telkens als jij iets organiseert, kan ik een aantal dagen niet slapen. Ja. Dat is wel een constante in mijn leven aan het worden. Dat is heel lief. Maar ik heb het ook hoor, dat er nu 5 mensen of 500 mensen meeluisteren. Het is een beetje zoals college geven, hè? Online college geven. Doe je dat graag, college geven? Ik heb dat een aantal jaar gedaan in een vorig leven, toen ik nog aan de Universiteit van Leiden werkte, bij de vakgroep Klassieke Talen. En ik heb dat met veel plezier gedaan. Ik vond college geven heel erg dankbaar en belangrijk. Maar op een gegeven moment heb ik mijn leven veranderd en ben ik fulltime gaan schrijven. En sindsdien geef ik ook geen colleges meer. Nee, allebei wel heel belangrijk. Ik heb onlangs een sonnet gelezen dat je hebt opgedragen aan je vader. Die was ook leerkracht en je was denk ik een beetje jaloers op de kids die verrijkt werden door wie ik thans verloor. Ik citeer eventjes je sonnet. En hij heeft je veel bijgeleerd. Hij leerde je dat bijvoorbeeld twijfel iets heel moois is. Meer nog dan dogma's die je zomaar aanneemt. Ja, dat sonnet is geschreven ook naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Paty. En door een wrang ongelukkig toeval viel dat ongeveer samen met de dood van mijn eigen vader. En Paty en mijn vader waren collega's. En zoals Paty... zo volgens alle berichtgeving bezig was om vooral kritisch bewustzijn te kweken bij zijn leerlingen. En precies dat met de dood heeft moeten bekopen. Zo deed me dat
denken aan de houding van mijn vader. Mijn vader was eigenlijk een academicus in hart en nieren. Die nooit aan de universiteit terecht is gekomen, omdat hij eigenlijk in een verkeerd tijdperk geboren is. Maar zijn academische standaarden opdrong aan de kinderen op school. Mm-hmm. En inderdaad was ik wel een beetje jaloers op die kinderen, ja. Ja, maar jij die leerkracht in de familie, die heeft er ook voor gezorgd dat jij dan wellicht ook dat pad bent gaan bewandelen. Maar als schrijver ben je eigenlijk ook een beetje docent. Je geeft je visie op de feiten, je doet mensen nadenken. Hoe belangrijk is literatuur in de maatschappij vandaag? En hoe moeilijk is het nog om aan literatuur te doen? Vroeger had je voor of na het nieuwsbericht een beetje poëzie on primetime. Vandaag is dat niet zozeer meer aanwezig. Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat de rol van literatuur in de samenleving enorm groot is. Dat dat nauwelijks is te onderschatten. Ik denk ook dat literatuur, zowel romans als poëzie, als theaterstukken of andere vormen van literatuur die je zou kunnen bedenken, dat vehikels kunnen zijn voor de waarheid en zouden moeten zijn voor de waarheid. En zelfs wanneer het fictie betreft, is het altijd mijn eigen streven om de waarheid te vertellen, hoe paradoxaal dat ook mag klinken. En een essay of een wetenschappelijke studie kan datzelfde doen, maar heeft ook bepaalde beperkingen. Omdat je bij een essay of een wetenschappelijke studie toch altijd gedwongen bent om je kijk op de wereld te reduceren tot een makkelijk behapbare en vooral ook erg citeerbare conclusie. Je moet je essay, je betoog, je studie zo opzetten dat er één duidelijke lijn te onderscheiden is die vervolgens door collega-wetenschappers al dan niet kan worden overgenomen. Het voordeel van literatuur, het voordeel van een roman of van een gedicht, is dat je de complexiteit van de werkelijkheid in stand kunt laten. Je hoeft niet per se je kijk op de werkelijkheid te reduceren tot één citeerbare conclusie. Dus in dat opzicht denk ik dat wetenschap en literatuur heel erg complementair kunnen zijn. Behalve dan dat de literatuur natuurlijk aan alle kanten superieur is aan de wetenschap. Dit is eigenlijk de vraag die Herman de Koning ook eens moest beantwoorden. Wat is het nut van literatuur? En dat was eigenlijk een vraag die hem gesteld werd door een jongetje, want hij was leerkracht in een jongensklas. En de eerste vraag was, moeten wij dat kennen voor het examen? Is dat eigenlijk belangrijk? Waarom is dat belangrijk? En hij stond daar met zijn mond vol tanden en zei van, dat is een vraag die ik niet had verwacht. En hij wist op dat moment niet wat hij moest antwoorden. En hij zei, dat is niet belangrijk voor het examen, dat is belangrijk voor het leven. En is dat nuttig? Wat is nuttig? Is stilte nuttig? Is een bos nuttig? Hoeveel moet zo'n bos kosten? Dus vandaar de vraag die ik jou stelde. En we gaan dat doet me denken aan. Ik las toevallig vandaag in de krant een ingezonden brief naar aanleiding van een officieel beleidsstuk in Nederland. Ik ben even vergeten van welke organisatie dat precies afkomstig was, maar misschien weet jij dat. Dat ervoor pleit om het onderwijs in te richten en naar de prioriteiten van de markt. En om alles in te zetten voor economische groei. Dat is een heel pijnlijk punt, Ilja, dat je nu net aanhaalt. Ja. Het zijn inderdaad plannen en bezuinigingsmaatregelen die ons worden opgedrongen. En de vraag is dan natuurlijk, wat is er belangrijk? Moeten wij allemaal de economische belangen bedienen of kan universiteit, kan onderwijs, kan dat nog afhankelijk bestaan? Maar alleen al het feit dat er kennelijk een sfeer is ontstaan in de maatschappij dat dit soort voorstellen serieus gedaan kunnen worden,
is volgens mij een volledig overtuigende, bewijs voor de noodzaak van geesteswetenschappen en literatuur. We nemen dat mee. We gaan dit sterk promoten. Dank voor je bijdrage. Maar ja, we zijn uiteraard akkoord en we zijn allemaal wel bewust van het nut van literatuur vandaag. En altijd. Maar vandaag gaan we praten over literatuur, de literatuur van Ilia Pfeiffer. En het misschien mag ik, voordat we dat doen, er nog iets aan toevoegen over het nut van de literatuur. Want dat is natuurlijk een belangrijk punt. Ik denk ook dat het een van de lessen zou kunnen zijn die we leren in deze merkwaardige periode van besmetting en quarantaine. Ik denk dat deze pandemie ons onder andere heeft geleerd hoe ontzettend belangrijk cultuur is. Nu we eigenlijk zijn afgesneden van al onze gebruikelijke afleidingen, van de drukte van ons dagelijks leven en teruggeworpen op onszelf, is het steeds duidelijker aan het worden hoe ontzettend fundamenteel het is. Hoe ontzettend fundamenteel het is om jezelf te kunnen spiegelen aan verhalen, aan gedichten, aan films, aan dat soort dingen. En hetgene wat we het meeste missen in deze tijd is ook precies dat. De omgang met gedachten van iemand anders in de vorm van naar theater gaan, naar concert gaan, in de vorm van vrienden ontmoeten. En dat is wat ons menselijk maakt. Als we daarvan worden afgesneden, zijn we gereduceerd tot een deplorabele staat. Dat zou inderdaad wel heel, heel jammer zijn en heel grijs en triest. En wij zijn heel blij dat we met elkaar in contact kunnen treden, dat we kunnen lezen. Literatuur maakt ook empathisch, dat is ook bewezen, dat literatuur zorgt voor verbinding, voor verbeelding. Umberto Eco zei ooit, als je leest, dan maak je duizenden verhalen mee, dan ga je terug in de tijd. Als je niet leest, dan heb je maar één leven, je eigen leven. zeker, Ilia. Literatuur is ook een middel om een boodschap over te brengen en dat doe je wel vaker. In de zin van in je sonnetten, in je columns, in je romans. Het zit vol van maatschappijkritiek. Het zit vol met ideeën. Het zit vol met actualiteit. Soms zie ik ook wel dat er een paar getinte meningen in zitten. Sterke meningen ook. Over hoe zijn de mensen? Hoe zijn de Italianen, hoe zijn de Amerikanen? Natuurlijk lees ik dat wel met een vorm van ironie ook dat erachter zit. Het is natuurlijk politically niet correct om te zeggen dat alle Nederlanders gierig zijn. Of te zeggen dat alle Belgen dom zijn. Of te zeggen dat alle Italianen houden van het mooie leven en heel empathisch en heel sensueel zijn. Dat zijn natuurlijk clichés, stereotypes. Maar soms kom ik dat wel tegen in jouw romans, in jouw werken. Waarom zeg je dat dan zo? De Italianen zijn empathischer en de Nederlanders minder. Hoe komt dat jouw bril zo gekleurd is? En is die altijd zo gekleurd? Nou ja, dat hangt natuurlijk ook allemaal helemaal af van de context waarin dat soort boude uitspraken worden gedaan. Ik kan me herinneren dat een van de meest uitgebreide en uitgesproken oordelen die ik ooit over Italië heb opgeschreven, is in het begin van de roman Grand Hotel Europa. Maar dat is niet wat ik heb opgeschreven, dat heb ik alleen maar opgetekend uit de mond van Clio, mijn personage. Het feit dat Clio zich beklaagt over haar leven in Italië heeft ook een functie in dat boek, heeft een functie in het plot. Dus dat is een ander soort manier van mijn mening kenbaar maken dan wanneer ik een opiniestuk zou schrijven. Dat is zo. Ik heb inderdaad... En... Sorry, zeg maar. Ja, dat geldt dan ook voor dingen die ik in een column schrijf. Een column is natuurlijk ook weer een genre op zich, een genre apart, waarin het niet heel slecht is om af en toe een beetje
flink aan de poort te rammelen door je standpunten te overdrijven. Daar kan een column heel nuttig voor zijn. Dus ja, het hangt altijd heel erg van de context af. Ja, dat is ook zo. En daarom dat ik ook zei van, ik lees het ook met een zekere ironie, ik relativeer het ook. In La Superba heb je ook een aantal van die clichébeelden. Je zegt dan bijvoorbeeld, ja, die Italianen, die hebben zo'n flair om af te spreken met elkaar en die hebben het altijd heel druk. Maar dat is inderdaad ook weer het personage van Ilja Leonard die daar spreekt. Terwijl in de brieven uit Genua heb je ooit eens gezegd, ja, dat is wel minder roman, dat is meer realiteit. Nu weet ik dat ik de auteur nooit mag vertrouwen, zelf al doet hij zo'n uitspraken. Maar ook in brieven uit Genua heb je zo van die boutades die je dan doet over de Italianen. En hoezeer je die ook bewondert, hoe je eigenlijk thuis wil horen in Italië. En die drang naar assimilatie bijna. Een soort verwerpen van je eigen identiteit. Heb je dat bewust ook geleefd? Dat ze willen meer Italiaan worden, die Italiaanse taal onder de knie krijgen. Je willen thuis voelen in een land. En je voelt je dan op bepaalde momenten toch niet helemaal Italiaan. En dat wringt dan weer. En dat zorgt dan weer dat je zegt van, goh, de taal, die spreek ik toch nog niet zo goed. En ik blijf toch wel die Nederlander in Italië. Heb je dat gevoel echt gehad? Ja, om te beginnen bij La Superba, waar jij je vraag mee begon. Dat is geschreven vanuit het perspectief van een inwijkeling, zullen we maar zeggen. Een personage dat enigszins op mij lijkt, dat zojuist is aangekomen in Italië, in de stad Genua, en probeert zich een plek te verwerven in het nieuwe bestaan. Ik heb ook vooral in het begin van La Superba heel erg bewust met opzet een aantal van die clichébeelden aangedikt om dat perspectief duidelijker te maken. Dat is natuurlijk zoals het begint. Als je aankomt in een land, is om te beginnen je eerste indruk dat al je clichés bevestigd lijken. En alleen gaandeweg en langzamerhand en na verloop van tijd kom je erachter dat het misschien allemaal wat ingewikkelder ligt dan je dacht. Dus die clichés in La Superba dienen een literair doel, zullen we maar zeggen. Als we het hebben over brieven uit Genua. Dat is een heel raar boek, omdat het enige boek is wat ik ooit heb geschreven, waarvoor ik mezelf de spelregel heb opgelegd, dat ik binnen de kaften van het boek niks mocht verzinnen. En daar heb ik me ook aan gehouden. Nou weet ik wel dat jij als wetenschapper een gezond wantrouwen hebt tegen dit soort uitspraken. En dat is ook heel erg goed. Toch is het zo. En daarin zijn dus mijn boektades tegen Italië af en toe, of mijn liefdesverklaringen aan Italië, een zo eerlijk mogelijke reflectie van hoe ik me op dat moment voelde. Maar ja, dat is natuurlijk geen constante. Hè? Als je zojuist bent opgelicht door een loodgieter, ben je misschien ook wel in staat om te fulmineren tegen het hele gilde van alle loodgieters. En misschien een paar maanden later, als een andere loodgieter je probleem heeft opgelost, dan denk je daar weer anders over. Dus dat gebeurt ook met je leven in Italië. Frustraties kunnen aanleiding geven tot de conclusie dat er van het hele land met zijn 60 miljoen inwoners helemaal niks deugt. Terwijl je een dag later daar weer heel anders over denkt. Klopt. Maar wat je zegt, ja, ik heb heel erg mijn best gedaan en ik doe nog steeds heel erg mijn best om zoveel mogelijk te assimileren. Maar anders heeft het ook geen zin. Dan leer je er niks van als je gewoon alleen maar jezelf bent en alleen maar op een andere breedtegraad zit met iets lekkerder weer. Het interessante van verhuizen naar een ander land is juist precies dat het je de gelegenheid geeft om te assimileren, waardoor je jezelf ook misschien kunt veranderen, waardoor je iets kunt leren
van je nieuwe omgeving, de nieuwe cultuur, de mensen die je omringen, die toch anders zijn dan je had gedacht. En wat heb je dan zo geleerd? Ik lees hier bijvoorbeeld hè, dat je de joie de vivre, hè, het mooie genieten van het leven, zoals ze dat zeggen, dat je dat uit Italië hebt opgestoken, dat je dat daar hebt geleerd. En je zegt dan, als ik weer naar Nederland kom, dan denk ik, goh, ik ben weer te lang in Nederland geweest. Ik moet weer leren genieten van het leven. En dan zeg je ook, op een bepaald moment dat je die nuchterheid moet afspoelen onder de zon. Is dat een van de dingen die zijn bijgebleven uit Italië? En hoe denk je daar vandaag nog over? Ja, ook dat is weer een beetje een clichébeeld natuurlijk, dat het af en toe alleen maar bevestigd moet worden. Maar ja, het gaat om heel veel dingen. Het gaat vooral ook... Weet je wat het is? Als je in een nieuw land bent en je wil daarbij horen, een van de allereerste dingen die je moet doen, en wel zo snel mogelijk, is heel gevoelige voelsprieten laten groeien. Je moet de hele tijd opletten wat de gewoontes zijn, hoe mensen tegen elkaar doen. De kleine subtiliteiten van de sociale omgang doorgronden, want je wil geen fouten maken. Je wil niet tegen subtiele ongeschreven regels zondigen die net iets anders zijn dan in Nederland. En dat is heel erg leerzaam, die voelsprieten uitsteken, dat is heel erg leerzaam. Want daardoor leer je kijken en opletten. En alleen dat al zorgt voor een verhoogde graad van aanwezigheid die heel erg gezond is. Dat is eigenlijk waar boeddhisten naar streven. Hè? Naar de maximale aanwezigheid in het hier en nu. Verhuizen naar een ander land helpt heel erg. Ja, dat is zo. En dat is ook niet gemakkelijk, denk ik. Je komt dan in een nieuw land. Nu zit je daar ondertussen al 13 jaar, denk ik. Dus ik denk dat die voelsprieten dat die wel goed ontwikkeld zijn nu. En dat je echt wel de Italiaanse houding aanneemt, als we dat zo kunnen zeggen. Je weet perfect... Toch is dat een proces dat nooit voltooid is. Hè? Ik ben nog steeds aan het leren, ook na 13 jaar. Er zijn nog steeds momenten waarop ik merk dat ik met mijn koppige Hollandse kop iets doe wat een Italiaan anders zou hebben gedaan. Het blijft nog steeds interessant. Ja, leuk, leuk. Ben je het niet een beetje beu aan te worden? Misschien moet je terug gaan verhuizen. Dan heb je ook weer nieuwe materie om over te schrijven. Of denk je, nee, Italië, hier kan ik nog wel een paar jaar blijven bijleren. Ik ben het nog niet beu. Ik ben het nog niet beu, nee. Ik heb nog genoeg materiaal om te bestuderen hier. Afgezien van het feit dat het erg prettig is hier. Prima. Nee, ik vind het ook op zich wel interessant hoe je... Ik zag bijvoorbeeld de editie Zomergasten. In de zomer van vorig jaar. En daar vond ik dat je eigenlijk op een hele menselijke manier... ook bepaalde clichébeelden van Italië naar boven haalde, wat misschien voor het Belgische publiek heel chockerend was. Het ging dan over bijgeloof en religie, het ging ook over duivelsuitdrijvingen en zo van die dingen. Daar zijn de meeste mensen ook niet mee bekend hoe erg zo'n duivelsuitdrijving eruit ziet. Hè. Het is heel bevreemdend om naar te kijken. Maar je had daar geen oordeel over. Ik vond het heel mooi hoe dat je dan op een bepaald moment zei van... Kijk, ik ga het misschien zelf nooit doen. Maar als dat iemand kan helpen... Die misschien al naar de dokter is gegaan, al naar de psycholoog gegaan is... En dan op die manier toch weer zijn leven in handen kan nemen. Waarom niet? Dat vond ik... had ik misschien niet verwacht om dat zo te horen. Maar het doet me deugd dat ik in staat ben jou nog te verrassen. Nee, dat was een gesprek naar aanleiding van het fragment uit de film Liberami. Een fantastische documentaire film over duivelsuitdrijvingen in Sicilië. In het hier en nu. Hè? Het is geen historische film, maar het is iets wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. En wat ik daar
heel boeiend aan vond. Het is niet echt iets wat ik beschouw als typisch Italiaans. Die duivelsuitdrijvingen. Hier, dus wat dat betreft ook nauwelijks sprake van één Italië natuurlijk, zoals jij beter weet dan ik. Het verschil tussen het noordelijke Ligurië en het zuidelijke Sicilië is immens. Misschien nog wel groter dan het verschil tussen Nederland en Rusland. Maar dat soort taferelen acht ik niet heel erg typisch Italiaans. Maar ik vond het om een andere reden interessant. Omdat je in die film ziet dat, dat er houvast gezocht wordt bij de rituelen. En dat er tegelijkertijd ook heel veel mensen zijn die in een andere context het type psychische problemen laten zien waarmee je naar een psychiater gaat. In plaats van naar een psychiater gaan ze daar dan naar de priester om de duivel te laten uitdrijven. En de vraag dringt zich op hoe groot dat verschil eigenlijk is. Misschien is er eigenlijk wel helemaal niet zo'n groot verschil. En een andere vraag die zich ook opdringt is dat je, naarmate je die personages, het zijn geen personages, het zijn echte mensen in die documentaire film, naarmate je ze beter leert kennen, begin je ook te vermoeden dat er een aantal zijn die helemaal niet genezen willen worden. Het feit dat ze een duivel in zich hebben, of althans dat ze dat zelf denken en dat anderen in hun omgeving dat ook denken, maakt ze bijzonder. Het geeft tegelijkertijd ook een heel erg welkom excuus voor allerlei dingen die niet goed gaan in het leven. En wederom dringt dan de vraag zich op of dat in onze rationele Noord-Europese cultuur, waar we psychiaters vereren, of dat zo heel erg anders is. Ook daar zijn vaak mensen die zich vastklampen aan psychische klachten of vooral aan een diagnose, omdat dat hen bijzonder maakt of omdat ze dat ook een excuus heeft vanwege allerlei dingen die niet goed gaan. Mm-hmm. Dus dat vond ik interessant. Ja, absoluut. Ja, het is wel zo dat Zuid-Italië vaak wordt vaak gelinkt wordt aan dergelijke stereotypes, hè, bijgeloven, duivelsuitdrijvingen. Het is natuurlijk ook veel meer aanwezig daar. Ik denk eigenlijk dat het Risorgimento is een beetje mislukt. Hè. Italië is nooit echt een eenheid geworden. Het is een politieke eenheid, maar dat is een dun laagje vernis over een enorme regionale diversiteit. Absoluut. Spreken over Italië is bijna onmogelijk. Hè? De Italianen, over wie heb je dan? Elke regio heeft zo zijn eigen kenmerken, zijn eigen gerechten. En daar heb je het ook over in brieven uit Genua. Van die Italianen, die zijn enerzijds hypochonders. Die kennen alle lichaamsdelen van buiten. Dus die weten perfect van, ik heb niet gewoon hoofdpijn, maar ik heb dit soort. Ik heb cervicale, corpo della strega en al die ziektes die wij, waar wij nooit van gehoord hebben. Maar je hebt het ook over hun drang naar perfectie als het gaat over koken. Dat heb je dan weer aangehaald in La Superba, van hoe gedetailleerd en hoe precies zij zijn als het komt op kookkunst. En op een bepaald moment zeg je ook van, ik voelde me eindelijk Italiaan. Dat is dan weer in brieven uit Genua. Sorry, ik spring van de ene naar de andere. Maar de lijn is, ik voelde me eindelijk weer Italiaan wanneer ik in een derde land terechtkwam. In Malta, dan werd ik niet meer gezien als de Nederlander, maar dan mocht ik eindelijk samen met die andere Italianen knikken over hoe het eten hier in Malta toch niet op de Italiaanse manier werd voorbereid. En ik zag het zo voor mij, Ilja, dat jij samen met Italianen aan het zeggen was hoe dat pasta overkookt was en dat toch niet kon. Is dat ook een stereotype of zijn ze gewoon echt bezig met de kwaliteit van het eten? Is dat erg? Moeten we dat niet gewoon beschouwen als een kwaliteit? Dat ze daar zo een beetje precies in zijn. Natuurlijk is dat een kwaliteit, ja. Maar ik heb, eerlijk waar, nog nooit een Italiaan ontmoet die geen verstand had van eten.
iedereen heeft daar oordelen over, ideeën over. En heeft er ook daadwerkelijk verstand van. Verstand van producten. En dat is een enorme kwaliteit. Dat is een van de misschien wel voornamere redenen waarom ik het zo aangenaam vind hier in Italië. Dat ik omringd ben door een volk dat trots is op eten. En op de manier om het te bereiden. Tegelijkertijd is het ook wel... De Italiaanse cuisine is ook heel erg symbolisch voor iets anders. En dat is het conformele gedrag van Italianen. De drang naar het in stand houden van tradities. Dat zie je heel erg ook in de cuisine. Alle gerechten moeten zijn come si deve. Een creatieve kok wordt binnen een week ontslagen. Dat is helemaal niet de bedoeling dat een kok creatief is. Je moet helemaal niet een nieuw recept uitvinden van je spaghetti alle vongole. Het moet gemaakt worden, come si deve. Het is net zo onwenselijk als een creatieve schoenmaker of zo. Nee, hij moet gewoon de schoenen repareren. Dat vind ik ook wel heel, heel boeiend. Je had het ook nog over de hypochonders die de Italianen zijn. Ja, dat is ook zo. Er zijn hier meer apotheken dan ziektes, volgens mij. Is daadwerkelijk hoor. In Leiden ken ik volgens mij in het centrum 2 apotheken. In het centrum van een stad van 120.000 inwoners. Hier in Centro Storico van Genua, in een kring van 50 meter om mijn huis, zijn er volgens mij al 20. Oh god. Ja. Apotheken hebben ook... Dat is ook een groot verschil. Als je in Nederland naar een apotheek gaat, dan geven ze je misschien een plastic zakje waar je medicijnen in kunnen. Zo'n klein plastic zakje waar dan precies je medicijnen in kunnen. In de Italiaanse apotheek hebben ze echt zulke grote boodschappentassen. Dat is ook een heel veelzeggend verschil. En Italiaanse apotheken hebben ook aanbiedingen. Dus dan heb je die ziekte misschien nog niet, maar ja, de medicijnen zijn in de aanbieding. Dus ja, daar kun je beter toch maar van profiteren. En deze, dat is een soort van enorme nationale sport, is de zelfdiagnose en zelfmedicatie. Dus ja, mensen stoppen zich vol met medicijnen op een manier die een nuchtere Nederlander verleidt tot hoofdschudden. Maar tegelijkertijd is mijn kijk erop ook wel een beetje veranderd door deze pandemie. Ik kan me herinneren dat ik het vroeger heel erg grappig vond, als ik een beetje verkouden was, dat een Italiaanse vriend die ik tegenkom, het eerste wat hij me vraagt is wat ik daarvoor neem. Welk medicijn ik daarvoor slik voor mijn verkoudheid. Nou, die heb ik natuurlijk altijd recht in zijn gezicht uitgelachen. Stoere Hollanders nemen geen medicijnen voor verkoudheid. Stoere Hollanders gaan ook gewoon naar hun werk als ze verkouden zijn. Ook als ze een griepje hebben, gaan ze gewoon naar hun werk. 38 graden is geen koorts. Je moet je niet aanstellen. Ja, door deze pandemie ben ik ook wel gaan inzien dat die zogenaamde stoere Hollandse houding ook wel nadelen heeft. Je gaat natuurlijk wel andere mensen besmetten met je verkoudheid als je gewoon stoer naar je werk gaat. Of met je griepje en koorts en weet ik wat. Dus die stoerheid is misschien eigenlijk bij nader inzien veel minder verstandig dan die Italiaanse hypochondrie. Dus ik lach ze nu iets minder uit. Dat is duidelijk. Je vindt wel dat ze het goed hebben aangepakt nu met de coronacrisis? Ja, ik heb er wel bewondering voor. Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter zouden kunnen. Dat is volgens mij in elk land zo. Maar ik heb er vooral veel bewondering voor hoe de Italiaanse regering van toen nog premier Conte het heeft aangepakt in het begin van de pandemie. In het voorjaar van vorig jaar.
toen het een ongekende noodsituatie was en er ook nog helemaal niks bekend was over het virus. Italië was het eerste land dat zo heftig werd getroffen in Europa. Vond dat de Italiaanse regering dat met helderheid en moed heeft tegemoet is getreden. De regels waren duidelijk, de regels werden gehandhaafd, het werd allemaal goed gecommuniceerd. Ik heb tegelijkertijd ook de situatie in Nederland op de voet gevolgd. En die helderheid en het consequente handhaven van de regels was ver te zoeken in Nederland, met alle gevolgen van dien. Ja, daar hebben we uitgebreid over gelezen in je coronadagboek, in je columns, hoe je daar inderdaad een beetje kritisch tegenover was. Nu goed, we gaan het niet hebben over corona, want daar hebben we je vorige keer al over geïnterviewd. Maar ik wilde nog een klein dingetje zeggen over die Italianen die dan vaak gezien worden als chaotisch. Op dit moment met de coronacrisis hebben ze toch wel, denk ik, hun beste beentje voorgezet en laten zien dat ze toch wel heel georganiseerd en consequent de regels hebben gevolgen. En aan de Belgen onder ons zou ik willen zeggen van, ja, die Italianen zijn misschien wel zo heel pietje precies als het op pasta aankomt of op eten. En die pasta moet met die saus geserveerd worden, anders kan het gewoon niet. Tagliatelle al ragù, maar niet spaghetti al ragù. Denk aan jezelf. Hè. Als Belg heb je ook één bier, heeft één glas. Dus wij kunnen ook niet zomaar een Stella drinken uit een La Chouffe glas. Dus wij hebben ook zo onze regels als het onze producten betreft. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar wellicht ook als het op lokale producten aankomt. De haring met de uitjes enzovoort. Daar zit waarschijnlijk ook een hele regeling achter. Ik wil je nog een vraag stellen, Ilja, want dan kan ik ook meteen Tatum aan het woord laten. Ik wil je een vraag stellen over hoeveel talen spreek je nu, want dat is mij niet heel duidelijk. Ik hoor je dan in het Italiaans spreken en dan weer een interview afleggen in het Duits zonder problemen. Je hebt ooit brieven in het Oud-Grieks geschreven en je hebt ook Mokkaans uitgevonden. Dus over hoeveel talen gaat het hier nu? Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf wat je definitie is van een taal spreken. Maar Nederlands spreek ik een beetje en verder ook nog wel Italiaans en Engels en Duits. Frans iets minder. Latijn en Grieks heb ik gestudeerd. Een beetje Nieuw-Grieks heb ik wel geleerd. Ook is dat heel rudimentair. Een heel rudimentair soort Russisch heb ik ooit nog wel eens geleerd. En ik heb zelf een taal uitgevonden, dus hoeveel zijn dat er? Ja, ik ben de tel kwijt. Je bent een polyglot. Maar dus nee, maar ik ben niet een echte polyglot. Ik heb wel echte polyglotten gekend, dat ben ik niet. Het blijft bij mij toch altijd moeizamer dan voor een natuurtalent. Maar ik doe mijn best. Ja, er is natuurlijk een verschil tussen het actief spreken van al die talen of het teruggaan naar Frankrijk en daar ineens komt je Frans terug boven. En als je daar dan een maand vertoeft, dan ben je weer heel vlotjes. Ja, zo gaat dat nu eenmaal met talen. Dat niveau dat stijgt en dat daalt weer als je het niet goed spreekt. Maar op een bepaald moment ga je een taal zodanig goed beheersen dat er iets bijzonders gebeurt. Tatum, wat gebeurt er volgens jou als je een taal dag in dag uit hoort? Volgens mij is het zo dat je op een gegeven moment in die taal begint te denken. En te dromen. En dat wilde ik aan u vragen. Of u periodes heeft gehad dat u in het Italiaans begon te denken of te dromen. Ja, dank voor je vraag. Maar dat gebeurt wel eens, ja. Met dromen is het niet zo heel makkelijk om achteraf te reconstrueren in welke taal je hebt gedroomd. Vaak weet je dat niet zo goed. Maar soms komt het wel eens voor dat er een bepaald woord of een uitspraak van iemand in mijn droom belangrijk was in die droom. En dat ik me dat herinner. En dat ik me dan realiseer dat in het Italiaans was. Ik denk in het Italiaans als ik
met Italianen ben, als ik in gesprek ben. Het is niet zo dat ik eerst in het Nederlands ga verzinnen wat ik ga zeggen en dat dan in mijn hoofd ga vertalen. Dat het gaat allemaal vanzelf in het Italiaans. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk heel erg veel met Nederlands bezig. Dat is toch mijn beroep, mij te verhouden tot de Nederlandse taal. Dus tegelijkertijd zorg ik ook wel dat mijn dromen in het Nederlands niet verdorren en afsterven. Je blijft de band behouden. Verder had ik nog een vraagje van Jonathan, maar ondertussen zie ik dat Alice al heel ver staat met haar tekening. Goed bezig, Alice. Het portret van Ilia begint vorm te krijgen. Jonathan, jij had dan nog een vraag over de Italiaanse invloeden in zijn schrijfstijl. Klopt dat? Ja, min of meer. Naam, allereerst, hallo. Mijn vraag ging eigenlijk meer over of uw band met Italië, omdat ik die in uw boeken en columns vaak herken als een band met het bijna meer alledaagse Italië en ook met de politiek bijvoorbeeld, maar ook met hoe de dingen gaan. En ik vroeg me eigenlijk ook af of u een bepaalde bewondering hebt voor hedendaagse Italiaanse schrijvers of voor bepaalde kunstenaars uit Italië of misschien wel regisseurs zijn die u ook bewondert. Dank voor je vraag. Ja, ik ben een groot bewonderaar van de Italiaanse cultuur. En die is, zoals je weet, vele eeuwen rijk. En ik heb wel mij verdiept in Italiaanse klassiekers. Dante en Boccaccio gelezen en dat soort dingen. Ik hou van Italiaanse opera. Waar ik ga vaak met Stella naar het museum en zo. Maar als je het hebt over hedendaagse Italiaanse schrijvers, heb ik nog heel veel te leren. Ik lees toevallig op dit moment een roman van Italo Calvino. Niet echt heel erg hedendaags. Een schrijver die veilig dood is, maar toch in ieder geval 20e eeuws. En dat is goed en dat is fantastisch. En ja, natuurlijk, ik hou daarvan. En, tegelijkertijd heeft Italië mij denk ik wel beïnvloed, maar op een andere manier. Niet zozeer via Italiaanse schrijvers die ik heb leren kennen en die ik heb ontdekt. Maar meer door de omgeving en meer op een indirecte manier. Ik denk dat nou ja, een van de dingen die mij het meest heeft beïnvloed in Italië is het feit dat ik hier in Italië geconfronteerd ben met allerlei fenomenen en problemen die in Nederland heel ver weg lijken. Een voorbeeld is toen ik hier in de zomer van 2008 aankwam en besloot om een tijdje te blijven. Was een van de allereerste dingen die mij opvielen in Genua, dus de aanwezigheid van vluchtelingen. In 2008 was de hele vluchtelingenproblematiek in Nederland heel erg ver weg. Voor zover dat nog steeds niet heel erg ver weg is. In Italië is dat heel concreet en zichtbaar. Dus ik ben me daarvoor gaan interesseren. Dat is het thema geworden van de roman La Superba. Ook omdat ik zelf een migrant was, lag het voor de hand om over migratie te spreken. Iets soortgelijks is ook gebeurd met mijn interesse voor het thema van toerisme en vooral de keerzijde van het massatoerisme. Zoals ik dat heb geprobeerd te thematiseren in de roman Grand Hotel Europa. Ik heb hier in Italië kunnen zien en aan de lijve kunnen ondervinden wat een impact toerisme kan hebben. Ik had dat misschien ook in Amsterdam kunnen voelen, maar zo erg als het hier, zo concreet als het hier in Italië is, is het ook zelfs daar niet. Dus wat betreft die thema's ben ik heel erg door Italië beïnvloed. Italië is eigenlijk een soort van avant-garde in Europa. Bepaalde problemen, bepaalde fenomenen doen zich eerder voor in Italië dan elders. Dat is niet in overeenstemming met het clichébeeld van Italië, maar het is wel waar.
En tegelijkertijd, wat schilders en schrijvers zeggen, is dat het Italiaanse licht je beïnvloedt. En dat is volgens mij in mijn geval ook zo. Ik ben ook in Italië lichter en helderder gaan schrijven dan vroeger. Ik had vroeger eigenlijk het idee dat het duister moest zijn en moeilijk te begrijpen om echt literatuur te mogen heten. Literatuur mocht niet simpel en doorzichtig zijn. Ik ben nu de angst voor het licht kwijtgeraakt in Italië. En tegelijkertijd heeft het mij ook beïnvloed dat ik mij hier in het centrum van Genua dagelijks bevind tussen monumenten uit glorieuze eeuwen in het verleden. Het heeft mij minder bang gemaakt om monumentaal te zijn. Wat je nu zegt, Ilia, is net wat Calvino zegt. Die zegt dat je het leven met iets meer leggerezza moet nemen. En dat is niet per se oppervlakkigheid. Hè. Leggerezza non è superficialità, maar planare dall'alto. Dus de dingen van een iets meer afstand bekijken en ja, iets lichtzinniger. Het moet niet altijd zo zwaar zijn. Hm? Maar je hebt wel over het laatst je idylle laten omtoveren tot een muzikale interpretatie. En die waren wel iets duisterder, iets zwaarder. Of zo bleek toch uit het interview bij Clara, dat ik onlangs gezien heb. Vind jij dat die idyllen duister zijn? Of vind je zelf dat dat eigenlijk misschien een overinterpretatie is? Ik ben ontzettend onder de indruk van je meedogenloze research. Je hebt werkelijk je bent van alles op de hoogte. Ja, dit was een heel recent project. Een idylle door een componist, Frederik, hoe heette die ook weer? Frederik Meijering, geloof ik. Dat die op muziek is gezet voor het Clara Festival. Ja. Ik was daar ook erg blij mee, erg over te spreken. Maar die idylle, ja, het is een idylle die moest gaan. Dat was de opdracht die het festival mij had gesteld. Het moest gaan over deze tijd. En ik heb mijn best gedaan om de onzekerheid en de angsten van deze tijd te vangen in mijn tekst. Ik heb niet de indruk dat het een heel erg ontoegankelijke tekst is geworden. Maar het is natuurlijk wel een heel onzekere tekst, omdat het daarover gaat. Ja. Ja, en in die zin ben je een beetje Boccaccio. Dan ben je een beetje bezig met de epidemieën, met wat dat doet met mensen. Je bent ook duidelijk iemand die taboes doorbreekt en seksualiteit ter sprake brengt. Dan ben je ook een beetje Boccacciaans, als we dat zo kunnen. Maar dat is een nieuw taboe. Dat was nooit een taboe, seksualiteit. Maar dat is de laatste jaren weer een taboe aan het worden. Dus, ja. Ik weet niet of ik daar nou zo revolutionair mee ben. Of juist mijn critici zijn heel erg revolutionair. Ja, er wordt wel over gesproken, inderdaad. En anderzijds ben je ook een beetje Dante. Het is nu het Dantejaar. Je schrijft in Alexandrijnen, dat is een versgoed van 12 syllaben. Dante deed dat met 11. Maar als ik me niet vergis, heb je je Italiaanse vertaling wel in endecasillabi laten vertalen. Klopt dat? Ja, de vorm van Dante, endecasillabi, is eigenlijk een vijfvoetige jambe. Maar het is een slordige jambe. Endecasillabi's zijn een beetje zijn makkelijker dan jambe. Dante heeft zich er een beetje makkelijk van afgemaakt. En Alexandrijnen zijn zesvoetige jambe. Maar zesvoetige jambe is een vorm die in de Italiaanse literatuur heel erg zeldzaam is. En ook niet met veel succes is toegepast. Dus als je een klassieke vorm zou zoeken die een equivalent zou zijn, die diezelfde gevoelswaarde, dezelfde traditionele gewicht met zich meeneemt als Alexandrijnen in het Nederlands, de vorm van Vondel, zullen we maar zeggen, ja, dan zou je toch komen bij endecasillabi, de vorm van Dante, zou ik zeggen. Ja, ja. En met dit concluderen we de cirkel dat Ilia een beetje van alles is, van Dante, Boccaccio tot Calvino. Goeie vraag, Jonathan.
En dan was er nog een vraagje. We blijven in het thema Italiaans. Dus ik laat eerst nog Annelotte en Lily spreken vooraleer we naar professor Franco Paris gaan, die ook wat vragen heeft voorbereid. Annelotte, om bij de Italiaanse taal te blijven, je had een vraagje voor de auteur. Ja, dat klopt. Goedenavond. Ik begreep inmiddels dat uw boek La Superba in maar liefst 9 talen verschenen is. En ik vraag me eigenlijk af, in hoeverre bent u betrokken bij het vertaalproces? Heeft u bijvoorbeeld contact met de vertalers? En indien u de doeltaal machtig bent, leest u de vertaling dan ook eerst helemaal voordat deze daadwerkelijk wordt uitgegeven? Dat is een heel goede vraag en dat is eigenlijk telkens weer anders. Dat hangt eigenlijk heel erg af van de wensen van de vertaler of vertaalster in kwestie. Sommige vertalers vinden het prettig om veel vragen te stellen, dingen te checken bij mij. En ik doe dan mijn best om haar of hem ten dienste te zijn. Andere vertalers werken volkomen zelfstandig. Een voorbeeld daarvan is mijn Italiaanse vertaalster, Claudia Cozzi. Die heb ik nog nooit gesproken. Die heeft mij nog nooit een vraag gesteld. Ik heb haar ook nog nooit ontmoet. Sterker nog, zelfs bij mijn uitgeverij in Rome, bij Nutrimenti, hebben ze haar nog nooit ontmoet. En ze hebben altijd de grootst mogelijke moeite om contact met haar te krijgen. Zelfs als ze alleen maar contact zoeken om haar te betalen, is het heel moeilijk om haar contact met haar te krijgen. En ik begin zo langzamerhand te vermoeden dat zij eigenlijk niet bestaat. En volgens mij is zij een pseudoniem. Ik denk dat Claudia Cozzi een pseudoniem is voor Elena Ferrante. Exact. Hilarisch. Ja, ik heb haar ook proberen bereiken, eerlijk. Ik wilde haar eigenlijk betrekken bij dit interview. Ik had graag een workshop georganiseerd met haar in de ochtend, zodat we nu in de namiddag al onze vertalingen en al onze schrijfsels aan u konden voorstellen. Maar ja, ook ik heb spijtig genoeg geen reactie gekregen. Dus misschien is ze wel onbestaande. Maar goed, dat is natuurlijk een grapje. Lily, jij had ook nog een vraagje in verband met La Superba. Ja, goedenavond. Klopt, ik had een vraag omdat ik uw boek Grand Hotel Europa heb gelezen en momenteel La Superba lees. En ik heb heel erg het idee dat beide boeken tot de verbeelding spreken. En ook het gevoel alsof je als lezer echt in het verhaal bijna zit. En ik vroeg me af of u ooit overwogen heeft om het boek, een van uw boeken te verfilmen of misschien een theaterstuk van te maken, of dat u daar ooit een keer benaderd voor bent. Waar is Ilia? Is Ilia verdwenen? Is de tour opgegaan van Claudia Cozzi? Nu heb ik net in de chat een berichtje gekregen van Pita de Voogd. Dag Pita. Zij is vertaalster en ze zegt dat zij Claudia kent. Het is een hele aardige, maar bescheiden vertaalster. En Ilia is in goede handen. Dus daar ben ik zeker van, dat Ilia in goede handen is. Maar waar is Ilia? Ilia is gewoon verdwenen. Komt die? Ja, daar is hij hoor. Hij is eventjes verdwenen. Dag Ilia, was je even weg? Ja, de verbinding werd even verbroken. Geen probleem. Lily had jou een vraagje gesteld of jouw boeken, of je die dan ooit in een film zou willen toveren, of misschien heb je dat al gedaan? Hè? In film? In film of misschien ook een documentaire of een opera. Ja, ja, nee, maar dat is natuurlijk heel interessant. En dat gebeurt ook. Er is van La Superba wordt er een speelfilm gemaakt.
De rechten zijn verkocht aan een internationaal gezelschap. Een Nederlands-Italiaanse co-productie wordt dat. En ze zijn al een heel eind volgens mij. En ze hadden eigenlijk dit jaar willen beginnen met draaien. Maar dat wordt misschien een beetje moeilijk vanwege de coronamaatregelen. Dus het is allemaal enigszins uitgesteld. Maar het is wel de bedoeling dat die film er komt. Ja, een film van La Superba. En ook van Grand Hotel Europa zijn de rechten verkocht. En er was sprake van dat het misschien een Netflix-serie zou worden. Maar dat is allemaal nog in een heel pril stadium. Dus ik weet niet of dat, hoe ver ze daarmee zijn. En tegelijkertijd is nu juist precies op dit moment wordt een verfilming gemaakt in een recordtempo van de roman Peaches. Dat was al bewerkt tot een toneelstuk bij Toneelgroep Maastricht. Mijn goede vriend Michel Sluismans, die daar artistiek leider is, heeft die bewerking gemaakt en deed ook de regie. Een fantastische voorstelling vond ik het, vanwege de rol van Porgy Fransen. En op basis van van die toneelbewerking wordt er dus nu een speelfilm gemaakt van Peaches, wederom met Porgy Fransen. En volgens mij komt die volgende maand al op televisie. Oh, dat is heel snel. Ilja, je bent gewoon echt in alle genres thuis. Van film tot documentaire. Ja, maar deze films maak ik niet. Hè. Dat zijn anderen die dan films maken van mijn boek. Absoluut, maar toch. Je bent echt overal. En ook die documentaire van Via Genua, dat vond ik ook zo fantastisch. Jouw personages kwamen gewoon tot leven. Ik heb ook eventjes gesproken met iemand die de documentaire mee heeft opgericht, eigenlijk, Ralf Groothuizen. Ah, Ralf, ja. Ja. En, hij zei dat hij die karakters van jouw boek tot leven wilde brengen. En hij wilde ook meer poëzie op primetime. Dus dat is ook een hidden agenda item van deze reeks. Hoe is dat eigenlijk, dat jouw personages zo plots tot leven komen? Je gaat die dan ook interviewen. Vind je dat bijzonder om enerzijds te schrijven daarover en dan ook echt in contact te komen met hen? Ja, ik heb dat toch niet helemaal zo ervaren. Ja, het is waar dat het idee voor die documentaire Via Genua, een documentaire over migratie in Genua, dat idee kwam van Ralf Groothuizen. Hij was degene die mij heeft benaderd met dat verzoek. En hij was geïnspireerd door La Superba. En vervolgens hebben we samen een voorstel geschreven, zijn we naar de VPRO gegaan en toen is dat ook gerealiseerd, dat plan van Ralf. En Ralf was er toen de hele tijd nauw bij betrokken als onderzoeker. En hij heeft inderdaad de mensen gezocht die interessant zouden zijn om te interviewen en te filmen voor die documentaire. Maar het was dus naar aanleiding van de thematiek van La Superba. Maar ik heb het zelf eigenlijk ervaren als een vervolg op de zoektocht. Een verdere uitdieping van dat thema. En in dat opzicht vond ik het ook heel erg leerzaam om te doen. Tof. Nee, het is echt geslaagd. En ook die verschillende personages, van de migranten tot de transgenders, de prostituees. Je brengt een heel ander beeld van Genua. Een ander beeld dat wij op afstand misschien niet kennen. Maar gewoon ook een heel actueel beeld. Waarvoor dank. Ik ga nog het laatste woord laten aan Franco Paris, professor Nederlandse letterkunde. Franco, ben je daar? Ja, ik ben er. Dag, Ilja. Dag, Franco. Wat een genoegen jou terug te zien. Ja, ik denk nog vaak met genoegen terug aan mijn bezoek aan jouw instituut in Napels. Ik ook, wij ook. Ilja, een vraag over die stereotype beelden, weer. Stereotype beelden en minder stereotype beelden. Er is een soort spel, hè, met werkelijkheid en verbeelding. Natuurlijk zijn er stereotype beelden die in je boeken, en dat zijn natuurlijk personages,
En je zegt dat je die stereotype beelden gebruikt om ze te thematiseren. Je hebt net gezegd dat die clichés een literair doel dienen. Aan de andere kant zeg je ook andere dingen die helemaal niet stereotyp zijn. Geen traditionele beelden. Bijvoorbeeld in brieven uit Genua zeg jij een hele interessante opmerking. Het probleem van jullie Italianen is dat jullie jullie eigen cultuur niet op waarde weten te schatten. Dat is heel interessant. En als auteur ga je ook verder en zeg je in een interview een paar maanden geleden, je had het over het populisme van Berlusconi, maar niet alleen maar daarover. Je zegt, Italië is een land dat vaak voorop loopt. Dat is ook heel interessant. Ik zou dit een soort offensief willen noemen. Dus het is duidelijk dat Italië nou het kernthema van je oeuvre is. Maar mijn vraag is nou, is het beeld van Italië in Nederland nu aan het veranderen, dankzij wat je schrijft? Je schrijft, je publiceert in het Tennessee Handelsblad sonnetten, artikelen. Werkt dit thematiseren van jou? Gebeurt er iets? Dat is een interessante, veelomvattende vraag. Dank je, Franco. Maar ik weet niet helemaal zeker of ik het met je eens zou zijn dat Italië het kernthema is van mijn oeuvre, of dat het het is geworden. Het feit dat Italië vaak voorkomt in mijn boeken is omdat het een plek is waar zich allerlei fenomenen voordoen die mij interesseren. Het is een decor waar ik op een heel vruchtbare manier over deze tijden kan praten. Juist ook omdat Italië een voorhoedeland is, zoals jij zegt. Als we het hebben over populisme, kan het heel nuttig zijn om het ook te hebben over Berlusconi. Ook al is Berlusconi oud nieuws, hè, maar populisme vindt misschien wel zijn oorsprong bij Berlusconi in de jaren 90. Dat is een voorbeeld. Dus het is meer dat het feit dat ik hier in Italië ben en dat ik over Italië nadenk en rondzwem in Italië, dat reikt mij allemaal thema's aan die relevant zijn voor deze tijden. En reikt mij ook invalshoeken aan voor die thema's die misschien een beetje anders zijn dan wanneer ik in Nederland zou hebben gewoond. Of mijn beeld in Italië of het beeld van Italië in Nederland verandert dankzij mijn boeken. Ik dank je voor de vleiende gedachte dat je dat überhaupt voor mogelijk houdt. Nederland is natuurlijk sowieso al een land van Italofielen. Nederlanders die ik in Italië tegenkom in de tijd dat mensen nog wel eens op vakantie gingen, weten vaak meer over Italië dan ik. Dus ik weet niet of dat nou mijn taak is om het beeld van Italië bij te stellen. Waarom? Waarom niet? Bovendien, Italië is zo'n rijk en intern tegenstrijdig conglomeraat van verschijnselen. Ik weet niet of het belangrijk is om dat bij te stellen. Het is al genoeg tegenstrijdig in zichzelf. Dus, oké. Okay. Franco, was dat een antwoord op jouw vragen? Ja, meer antwoorden. Maar oké, ja, is goed. Nee, ik ben het ook met je eens dat Ilia goede invloed heeft op het nuanceren alleszins van een beeld dat misschien toch iets te stereotyp is. Maar dat is niet enkel voor Italië zo. Als buitenlander kijk je gewoon op een andere manier. Ik denk dat we eigenlijk... Onze vragen zijn zo goed als rond. We hebben nog een paar vragen uit de Q&A die we misschien niet allemaal willen beantwoorden. Maar ik weet niet of Claudio, ben je daar? Claudio heeft heel meticuleus alle vragen uit het publiek verzameld. Claudio, ci sei? Sono. Sei.
Oké, okay. Kan je misschien een paar vragen kiezen uit de Q&A voor Ilja? Ja. Dunque, ne abbiamo parecchie. C'è una di Carmine Vidiardi, fatta in lingua italiana. Ok. Dice questo. Trovo una contraddizione riguardo a quello che dice Ilja sull'unità del paese. Da una parte il risorgimento mai raggiunto, dall'altra lo sport nazionale e quello di andare in farmacia. Io non avevo notato quest'ultima tendenza, ma forse ci sono altri fenomeni oltre a questo che fanno capire che certi costumi appartengono a tutto il paese? Questa è una domanda. Quindi ci sono altri fenomeni che Ilja ha visto e che secondo lui fanno capire che i costumi uniscono il paese. Ilja, heb je daar, wil je daarop antwoorden? De Italianen vinden het niet allemaal correct dat ze zo hypochondrisch zijn en naar de farmacia gaan. No, ovviamente sono caduto nella mia trappola, no? E quando non volevo generalizzare, poi subito dopo lo faccio, scherzando su questa ipocondria, e questa tendenza di fare automedicazione in farmacia, no? Ovviamente non è così. E poi voglio chiarire questa possibile malintesa che sia una cosa negativa, no? E il fatto che è difficile trovare un'unità fortissima nel paese di Italia. Io lo trovo una cosa molto interessante. Esattamente la diversità di Italia è la sua ricchezza. E, anzi, secondo me, questa diversità culturale che è Italia, sotto un ombrello politico che più o meno funziona, secondo il mio modestissimo parere, potrebbe essere un ottimo modello per il modo in cui potrebbe funzionare l'Europa, no? Che questa unità politica di Europa non deve per forza escludere una diversità culturale. Anzi, questa diversità culturale è la sua ricchezza. Grazie della risposta. Diamo una risposta anche a Luke Froyen, che ha fatto tante domande. Una sul femminicidio in Italia. Che cosa ne pensa Ilja a proposito di questo fenomeno? Sembra molto diffuso in Italia. Il femminicidio? Abbiamo parlato... Forse per Luke è meglio rispondere in olandese. Ah, oké. In het Nederlands zal ik antwoorden dat ja, we hebben het erover gehad dat Italië in veel opzichten een voorhoedeland is, een avant-garde. In andere opzichten is Italië heel erg achter bij andere landen. En een van de meest voor de hand liggende voorbeelden daarvan is de positie van de vrouw. Wat dat betreft heeft Italië nog een lange weg te gaan en kan Italië daadwerkelijk ook een voorbeeld nemen aan Noord-Europese landen. Traditionele machismo is in Italië helaas nog heel erg aanwezig. Ook daar is er weer veel verschil tussen het zuiden en het noorden. Hier in Genua is het soms net Europa. In Sicilië is het soms net middeleeuwen. En ja, ik hoop dat Italië wat betreft de positie van de vrouw heel snel een inhaalslag kan maken. Ja. Nu over Sicilië is er een vraagje binnengekomen van Thomas Kolen. We willen ook natuurlijk niet zeggen dat alle Sicilianen macho's zijn. Daar leeft natuurlijk iets meer die rollen tussen mannen en vrouwen. Maar de vraag van Thomas is... Het is een beetje een omweg, maar wat zou er gebeurd zijn als Ilja op weg naar Rome via Napels of Palermo was gepasseerd in plaats van langs Genua? Andere havensteden met uiterst complex en een meerlagig verleden. Zou Ilja het zich kunnen voorstellen dat hij daar zijn nieuwe thuis had gevonden? Wat denk je, Ilja? Ja, dat had ik me wel kunnen voorstellen. Nou, ik heb ook
Napels meer dan eens en Palermo één keer uitvoerig mogen bezoeken. En dat zijn steden die mij fascineren. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat ik me daar thuis zou voelen. Het is inderdaad interessant dat het beide ook steden zijn die net zoals Genua havensteden zijn. Een havensteden die van oudsher historisch gezien ook banden hebben met de overkant van de Middellandse Zee, met Afrika. En daardoor ook traditioneel gezien al een soort van smeltkroezen zijn van diversiteit. En dat vind ik heel interessant. Ja. Ja, zeker. In Lampedusa is er een dokter die heel mooie verhalen schrijft van migranten die aankomen. Dat is inderdaad iets dat jou daarmee verbindt, laat het zo zeggen. Tegelijkertijd, ja, Franco luistert mee, maar ik denk dat ik een beetje te zwak ben voor Napels, hoor. Napels is een beetje te heftig. We hebben het daar ook over gehad toen ik een keer het voorrecht had om te gast te zijn bij Franco en zijn instituut in Napels. Die avond hebben we het daarover gehad. Je moet een sterke, moedige man zijn als Franco Paris om je daar te kunnen handhaven. Ik weet niet of ik daartoe in staat zou zijn. Dat zeg je, Franco. Is Ilja een doetje? Nee, Ilja kan Napels zeker aan. Daar ben ik zeker van. Na Genua wel. Naar Genua is alles mogelijk. Oké. Ik denk dat er natuurlijk nog heel veel vragen zijn, maar Claudio, help mij. Maar misschien dat is een beetje interessant. Een vraag van Luc Vrooyen. Heeft u er ooit aan gedacht om in het Italiaans te gaan schrijven? Ja, en hij verwijst hierbij naar Jhumpa Lahiri, een Indiaanse schrijfster die in Amerika heeft gewoond, maar dan in het Italiaans is beginnen schrijven, omdat ze die taal zo mooi vond. Ja, ik heb ook wel hier en daar wat kleine dingen in het Italiaans geschreven. Ik heb ook wel een paar gedichten geschreven in het Italiaans. Er zijn een handjevol van die Italiaanse gedichten zijn ook gepubliceerd in het Nederlands literaire tijdschrift Tirade. Ooit, jaren geleden, dat moet je opzoeken. En, ik heb geweigerd om ze zelf te vertalen. Dus er is een andere vertaler, die heeft van mijn Italiaanse gedichten een Nederlandse vertaling gemaakt, wat een heel interessant experiment was. Ik heb ook voor toneel heb ik geschreven in het Italiaans. Ik heb twee stukken gemaakt in het Italiaans. Die staan ook in mijn verzamelde toneelstukken. Het vorig jaar uitgekomen boek met al mijn toneelteksten. De veelstemmige man. En daar staan ze ook in het Italiaans in. En verder wat non-fictie, af en toe wat opiniestukken voor de krant heb ik in het Italiaans geschreven. Maar ik moet zeggen, dat vind ik heel interessant en leerzaam en boeiend en leuk ook om te doen. Maar ik ervaar daarna altijd een enorme opluchting als ik weer in het Nederlands kan schrijven. Ik voel me in het Italiaans toch enigszins gehandicapt. Ik denk wel dat ik inmiddels in staat ben in het Italiaans alles te kunnen uitdrukken wat ik wil. Alles te kunnen zeggen wat ik wil. Maar misschien maar op één manier. Terwijl ik het in mijn moedertaal kan ik het op 1000 verschillende manieren. Ja, het is proberen waard. Jhumpa Lahiri heeft er prijzen mee gewonnen. Italo Svevo werd ook bekritiseerd om in zijn niet-eigen taal te spreken. En die is nu wel in de kanon van de Italiaanse literatuur beland. Dus ik vind het goed dat je probeert, alleszins. En het zal zeker niet zo slecht zijn hoe dat je het zelf voorstelt. Ik heb nog een vraagje van Karel van Deun. Heb je jezelf laten vaccineren, Ilja? Ben jij opgeroepen geweest? De vraag is iets complexer. Men voorziet het toedienen van 5000 vaccineringen per dag.
Heel veel mensen waren aanwezig, maar was u niet uitgenodigd. U bent toch bekend in Genova. Genova, is er werk van u in het Italiaans vertaald? Heel veel vragen, maar ben je betrokken bij de vaccinatiecampagne? Nog niet. Nee, ik ben nog niet gevaccineerd. Maar ik ben natuurlijk ook zo piepjong en kerngezond. Dus ik ben nog helemaal niet aan de beurt. Op dit moment zijn de mensen tussen 60 en 70 aan de beurt hier in Ligurië. Dus ik wacht rustig mijn beurt af. Ik zou het ook niet accepteren als ik om welke reden dan ook voorrang zou krijgen. Dat moeten we niet gaan doen. En de vraag is of ik in Nederland dan wel hier in Italië gevaccineerd word. Er zijn wat bureaucratische problemen hier in Italië, omdat ik in Italië eigenlijk helemaal niet besta. Dus misschien vanwege die bureaucratische problemen moet ik in Nederland gevaccineerd worden. Maar ook in Nederland ben ik nog niet aan de beurt. Mm-hmm. En bent u bekend in Italië als u door de straten loopt? Want ik heb een collega die mij gezegd heeft van ik ken die man, ik zie die lopen op straat in Genua. U bent wel een bekend figuur, maar wordt u ook zo aangeklampt? Alsof dat, heeft u zoveel fans? Want in Nederland denk ik dat onoverkomelijk is. Maar hoe zit dat in Italië? Hier in Centro Storico van Genua weten mensen wel wie ik ben. Mm-hmm. En ondanks het feit dat ik toch heel erg doorsnee ben en incognito, word ik af en toe wel herkend. Maar het gebeurt vaker. Ja, nu even niet vanwege de pandemie, maar het gebeurde vaker dat ik word aangeklampt door Nederlandse of Belgische lezers. Ja. Soms hebben ze dan ook het boek bij zich. Dus soms zit ik op het terras in Genua te signeren. Aha. Ja, uw boeken lezen natuurlijk wel echt als... Je kan ermee op vakantie gaan, hè? Je hebt de straatnamen, de pleinen, alles is gewoon... Je hebt geen reisgids meer nodig. Nee, je kan gewoon met het boek eventjes op literair toerisme gaan. Giumpa Lahiri zei, om even terug te komen op Giumpa, die zei dat ze in Italië die anonimiteit terug had gekregen, die ze niet meer had in haar eigen land. En dat ze daarom ook Italië verkoos als... ze doen daar normaal. Ze weten wel dat ik een Pulitzer heb gewonnen, maar ze gaan mij daarvoor niet anders behandelen. Heeft u ook een beetje dat gevoel? En Herman Brusselman zei trouwens... Ilja Leonard Vijver is een pretentieuze eikel. Wat vindt u daarvan? Want u heeft daar misschien nooit op kunnen antwoorden, maar heeft die dingen wel geschreven. Net omdat... U ooit is dat gezegd dat u wordt aangeklampt op straat. En ik vroeg me dan af, kent Herman Brusselmans Ilja Leonard Vijver wel echt? En heeft u ooit de kans gehad om daar iets op terug te zeggen? Maar mijn zeer gewaardeerde collega Herman Brusselmans is misschien... ik weet dat hij jaloers is op mijn kapper. Aha. Nou ja, en dat brengt hem dan tot dit soort... generalisaties. Ja. Maar ik heb Herman Brusselman slechts één keer ontmoet. En dat was een heel erg leuke ontmoeting. We hebben samen een literair programma gedaan. Ik weet even niet meer precies waar dat was, maar we zaten samen op het podium. En ik heb daar heel erg goede herinneringen aan. Dus ook zijn woorden moeten we niet te letterlijk nemen. Hij is ook heel uitdagend, polemisch als hij schrijft. Dus ook wellicht heeft hij dit helemaal niet kwaad bedoeld, maar meer gewoon om een beetje... Nee, hij heeft het zeker kwaad bedoeld, maar dat geeft niet. Oké, dat geeft niet. U vergeeft hem bij deze? Oké, goed. Ik weet niet goed. Er zijn heel veel vragen, Ilja. Ik wil je niet langer houden, maar... ik weet dat we nog Carmen, misschien de vraag van Jurgen Peters. Oké, Jurgen Peters. Even. Dat is een hele goede vraag. La baby.
Ik ken je pas door je columns uit de Standaard van februari. Daarin spreek je ook over de last die je ondervindt om te behoren tot een groep die te juist wil zijn. Heel interessant, want ik geef godsdienst in een Vlaamse school. En zo'n columns gebruik ik om mijn leerlingen te onderwijzen. Hoe hard stoort het je dat de waarheid soms verhuld moet worden in literaire genres om niet tegen de schenen te stampen van velen? Dat is een heel interessante vraag. Ik weet niet helemaal zeker of ik hem in al zijn aspecten kan doorgronden, maar ik vind dat literaire genres niet zozeer een maskerade zijn, niet een manier om de waarheid te verhullen. Het is de manier zoals Lucretius, de Romeinse dichter Lucretius, sprak over de poëzie. Hè. Dat is eigenlijk een rand met honing rond de beker waarin het bittere medicijn zit. De honing moet je verleiden om het bittere medicijn te slikken. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, omdat ik vind dat literatuur, romans en poëzie ook de waarheid harder kunnen laten binnenkomen. Dus het is helemaal geen manier om de pil te vergulden. Het is een manier om de pil groter en bitterder te maken en door de strot te duwen van de patiënt. Ik ben heel blij dat mijn columns dit doel kunnen dienen. Het is misschien ook een goed voorbeeld van wat literatuur zou kunnen zijn. Is dat ik dat het interessant is om het te hebben over twijfels, over dingen die moeilijk zijn. Dat is iets waar je in wetenschappelijk onderzoek niet aan toekomt, voor wat je moet wegwerken of wat je in een conclusie moet laten uitmonden. Maar literatuur kan die twijfels in stand houden. En vaak zijn die twijfels dichter bij de waarheid dan een artificieel bedachte conclusie. Ik weet niet zeker of dit een antwoord is op de vraag, maar nee, sowieso wel, Ilja. Literatuur heeft meerdere doelen, daar hebben we het al over gehad. Ik zou graag nog, vooraleer we afsluiten, eventjes willen vragen aan Alice of ze daar is en of ze ons iets kan laten zien. Alice, ben je daar? Ja. Wat heb je gemaakt vandaag? Ik heb gemaakt een portret van Alien. Ik probeer de computer te mogen. Ja. Oh, wauw. Op een uurtje heeft ze dat in elkaar gestoken voor jou, Ilja. Indrukwekkend. Ik ben zeer vereerd. Dank je wel. Ja. Alsjeblieft. Zo. Ja, er waren heel veel vragen nog, Ilja, maar daar gaan we spijtig genoeg een tweede zitting voor moeten organiseren. Daar verheug ik me nu al op. Wij vinden het altijd super fijn dat je erbij bent. We lezen jou natuurlijk heel graag ook in de colleges. Er zit heel veel materiaal in je werken. En ook het feit dat je werkt met zoveel verschillende media, en nu ook, we weten dat je boeken gaan verfilmd worden. We gaan dat natuurlijk nauw op de voet volgen. Ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk aanleidingen te creëren om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Ilja, ik ga jou zeker nog eens uitnodigen. En ik dank jou in naam van al mijn collega's, in naam van alle studenten die jou hebben gevolgd, ook diegenen die vragen hebben gesteld. Dank je wel echt waar voor jouw openheid, jouw generositeit, jouw vriendelijkheid. Want ik weet niet hoe ik het anders moet beschrijven. Je bent echt man van mijn hart, laat het zo zeggen. Oké. Dank je wel. De vriendelijkheid komt voort uit het feit dat ik hier altijd zo vriendelijk word ontvangen. Het is een genoeg om met jullie te mogen spreken. Dank je wel, Ilja. Dank je wel. Tot gauw.